Vandaag interview ik Bart Lubbers, oprichter Fastned.nl, over de EV en charging ontwikkelingen. Hoe gaat het met Fastned in Nederland, Duitsland en de UK? En wanneer bereiken ze winstgevendheid? Zien we Fastned binnenkort bij Albert Heijn? Wat zijn de grote innovaties zoals autocharging en supersnel laden met 175 kilowatt bij dit station? En mogen ze van de rechter voorzieningen krijgen en tegen Shell procederen? Wanneer komt er echt competitie voor Fastned? Waar blijven de Duitsers? En waarom krijgen we echt geen 1 miljoen publieke langzaamladers? En gaat het grootste gedeelte met snellader aan de gang? Hoe staat EV in Nederland ervoor? Zijn de maatregelen van de regering genoeg? En heeft hij genoeg geduld als investeerder van 25 miljoen om tot 2030 te wachten op rendement? Bart Lubbers, oprichter van Fastned. Hoe gaat het met Fastned.nl? Ja, het gaat goed. We bouwen nieuwe stations. Het wordt steeds drukker op alle stations. We zagen het 10 tot 15% per maand toenemen. Maar iedereen is weer terug van vakantie. Dus we zien het nu een veelvoud daarvan terugkomen. Ja, hoeveel heb je er nu? We hebben er een stuk of 80. Eerste 2 stations in Duitsland geopend. We bouwen er nog 15 bij in Duitsland. In Nederland gaat het gestaag door. En ja, we moeten even aan de kant. Kijk, het wordt gewoon drukker. Hij zit gewoon helemaal vol, het station. Ja, dat is toch mooi om te zien, zeg maar. En ja, je bent dus ook gewoon in Engeland begin je en in Duitsland dus ook? Ja, in Duitsland hebben we eigenlijk een heel netwerk. Zijn we aan het bouwen, 17 stations dit jaar. En in Engeland bouwen we 2 stations, bij Newcastle. Oké. En we hebben er nu 80 in Nederland. En wij zijn dus hier bij een station waar ook de laders apart staan, net zoals met Tesla. Hoeveel kilowattuur kun je hier laden? Ja, het zijn laders van 350 kilowatt. Maar het wordt in 2 gesplitst, net zoals met Tesla. Ja. En we zien in de praktijk, we hebben de eerste Audi's al langs gehad, dat ze op 150 kilowatt laden. Oké. Nou, dan even over financieel. Ik zag dat je €500.000 omzette in een kwartaal en 1 miljoen kilowattuur. En dat is dan 100 zoveel % meer dan de vorige keer. Ja. Maar dat is natuurlijk nog lang niet break-even. We moeten nog flinke aanloop verliezen. Hoeveel van die stations zijn nu al break-even? Nou, ik denk dat er inmiddels een stuk of 10 break-even zijn. Sommige dagen als het druk is wat meer, ja. Maar als je denk zo algemeen kijkt, een stuk of 10 stations. Hoeveel, je hebt nu 10.000 klanten, hoeveel klanten heb jij nodig om überhaupt als Fastned break-even te worden, denk je? Nou, we zien het aantal auto's verdubbelen elk jaar. We zien Fastned groeien met 140-150% per jaar. Mm-hmm. Nou, als dit zo doorzet, denk ik eind 2020, 2021 gaan we door break-even. Oké. Laten we even praten over de competitie. Er zijn een heleboel Fastned-achtige competities. Wat is de grootste concurrent? Ja, het is eigenlijk hoe meer laadpalen, hoe meer auto's, hoe meer laadpalen en hoe beter voor Fastned. Mm-hmm. Dus, maar ik denk, de grote jongen is gewoon Tesla. Mm-hmm. By far. Het grote voorbeeld voor iedereen. Loopt 5 jaar voor. Heeft 1000 stations in de wereld staan. Nou, en dan zien we in Duitsland is Ionity bezig. Ja, de hele grote, gigantische autofabrikanten allemaal bij elkaar verzameld. Nou, hoeveel stations hebben ze nu? Nou, Ionity is nu 2 jaar bezig en heeft 18 locaties. Dus nou, ze zijn op de weg, want wij hebben er pas 2 in Duitsland. Ja. Maar je hebt er dus 74 of 80 of bij elkaar. Dus jullie zijn nog steeds 5 keer zo groot als Ionic. Maar wanneer die wilde honderden stations bouwen, is dat zo lastig? Ja, het is lastig, want je zoekt goede locaties. Je wil locaties waar veel verkeer langskomt. En waar je, nou ja, zoals hier, dat er meerdere auto's tegelijk aan het laden zijn. Want dan wordt het rendabel. Jullie hebben nou een deal gesloten met Albert Heijn, waar mensen enthousiast over waren dat je gewoon lekker kon gaan shoppen en die dingen, zeg maar, de auto dan een half uurtje kon opladen. Wanneer gaat dat, zeg maar, echt gebeuren? Ik denk komend jaar. We zijn nu nog bezig met de planning en alles. En we gaan op bij een aantal grote Albert Heijns gaan we laders neerzetten. Nou kunnen mensen het combineren, je kan gaan winkelen en als je terugkomt is je auto weer vol. Dus ik denk dat het een goed concept is. Je hebt nu 80 stations, alles bij elkaar, maal 3 ton. Dus je hebt €24 miljoen geïnvesteerd. Hoe is dat gefinancierd? Ja, het is tot nu toe 50-50. Dus de helft is kapitaal, de helft zijn leningen, obligaties. Het zijn allemaal particulieren die investeren. Je hebt geen enkele pensioenmaatschappij zover kunnen krijgen om daar eens even wat geld in te stoppen? Nee, onze ervaring is eigenlijk dat de individuen zijn heel enthousiast. En zelfs zeg maar, de mensen die werken voor grote fondsen, die komen kijken naar Fastned. Hun fonds durft het niet, maar particulier investeren ze dan wel. Dus nou, het is waarschijnlijk iets van de mensen hier. Ja. Bevalt het een beetje Fastned? Ja, dat gaat goed, perfect. Ja. Ja? Wat wil je? En snel genoeg? Snel genoeg, ja. Kan ietsje sneller. Dus ja. In 5 minuutjes, in 10 minuutjes, dan zijn we tevreden. Okay. Dat gaan ze doen. U heeft deze auto zelf gekocht. Waarom bent u elektrisch gaan rijden als taxi? Wij moeten op Schiphol als voorrang kunnen wij sneller gaan naar werk, zeg maar. Dus Amsterdam en Schiphol is klaar mee met diesels, ja. Dus we moeten snel. Wat waren nou de verzoeken van de taxichauffeurs? Ja, dat is veel meer laadstations waar je op hoog vermogen kan laden. Ja. En het liefst in Amsterdam, in de gemeente. Amsterdam, als je dit hoort, gewoon, ben je klaar om daar in Amsterdam zo'n ding neer te zetten? Er liggen tekeningen klaar voor vaste stations bij alle uitvalswegen. Dus Amsterdam hoeft maar op de knop te drukken en wij bouwen die stations. Okay. Die andere taxichauffeur met die Nissan Leaf, die zei ik wil binnen 5 of 10 minuten kunnen laden. Kan dat? Wat zijn de standaarden die eraan komen? Ja, CCS loopt nu voor. He, daar laden auto's al op 150 kilowatt. Ja. Maar Chademo gaat niet achterblijven. We hebben al aangekondigd dat ze ook die kant op gaan. Ja, maar ik weet niet wanneer. Ja. En de 350, Porsche had het over 350 kilowatt? Nou ja, Porsche komt volgend jaar, nee 2020. Ja. Maar we hebben er al een gezien trouwens, ja. Zo'n Porsche. Kan op 350 kilowatt laden in theorie. Dat hebben we nog niet gezien. Nee. Maar ook Porsche is onderdeel van het Volkswagen-concern. Dus ik hoop dat als Porsche het lukt, dat de Volkswagens en de Audi's het ook gaan doen. Ja, dan hebben we dus inderdaad 5 en 10 minuten laden. Hey, even over de concurrentie. Dus we hebben eigenlijk nog weinig concurrentie op het gebied van fast chargers. Als je ziet op de slow chargers, daar hebben we nu Shell gezien. Die dan zeg maar New Motion heeft gekocht. Wat vind je van die ontwikkeling? Nou ja, het betekent dus dat het serieus wordt genomen. Anders zou Shell het niet doen. En Shell heeft een paar duizend tankstations in Europa. Dus laten ze alsjeblieft zorgen voor een dekkend netwerk in Europa. Op andere locaties waar wij al staan, want dat heeft niet zoveel zin. Maar Shell mag gewoon op een eigen plek ook gewoon vast. Ja, terwijl jullie er al zijn, op, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Want er is een verdeling geweest 5 jaar geleden. Ja. Toen zijn die rechten verdeeld, zijn mensen stations gaan bouwen. En nu als een aanvullende voorziening, alsof het een bandenspanningspomp is, mag Shell laders gaan neerzetten op plekken waar we al zijn. Heeft niet zoveel zin. Ja. Dus dat was geen goed nieuws voor Fastned, maar je hebt vorige week wel een goede uitspraak gekregen. De Raad van State, wat heeft die besloten? Dat gaat over laders bij benzinestations als aanvullende voorziening. Nou, daarvan heeft de Raad van State gezegd, jongens, doe je huiswerk opnieuw. We gaan het helemaal opnieuw beoordelen. We beginnen weer van vooraf aan. En wat betekent dat voor de stations die er al staan, zeg maar? De fast charger bij Shell die er al staan? Nou, ik denk dat die paar laders die er staan, dat die nog wel even mogen blijven staan. Maar dat opnieuw beoordeeld moet worden bij nieuwe gevallen wat we gaan doen. Dat ben je klaar. Nou, het andere punt was dat we hier gewoon koffie wilden hebben. En dat we niet noodzakelijk helemaal naar de SO moeten gaan lopen. Wat is daar de uitspraak? Wat is daarop gebeurd? Nou, de laatste stand van zaken is dat we een winkeltje mogen, maar dat we nog geen vergunning hebben. En er is over een paar weken weer een nieuwe uitspraak van de rechter hierover. Oké, nou dan wachten we daar eventjes op. Oké, laten we dan even praten over de ontwikkelingen van EV in het algemeen. Hoe snel vind jij dat het gaat, meneer Lubbers? Nou, het gaat natuurlijk veel te langzaam, want Tesla is er al 5 jaar. Andere autofabrikanten roepen dat ze komen. Ja. Maar ja, wanneer zien we ze komen, die auto's? Het gaat veel te langzaam. Er zijn beperkingen in de productie. Er zijn enorme wachtlijsten van mensen die een elektrische auto willen. Ja. Zeg maar, heel veel mensen vertellen mij, ik wil een elektrische auto kopen, maar hij is er niet. Nee. Alsjeblieft, fabrikant, kom met die auto's. De bottleneck is niet overheden. Het is eigenlijk gewoon puur de productie van de Duitsers en de Fransen en de Japanners. Die eigenlijk nog niet komen met auto's met 500. Maar die komen er nu wel aan in 2000. Nou ja, volgend jaar komt Audi en komt Mercedes. Hartstikke goed. Ook voor ons ideale auto's. Maar ja, Tesla produceert er nu 7000 per week, hè? Mm-hmm. En ik zie de Duitsers het dan nog niet doen. Ze moeten ook denk je als zij gewoon eenmaal bezig zijn en ze kunnen ze verkopen, dat ze dan ook dat soort aantallen doen. Want Volkswagen heeft wel gezegd, wij gaan vanaf 2021 is een elektrische auto goedkoper dan een benzineauto. Nou ja, ik hoop ook dat we het gaan doen en dat Tesla straks een normaal marktaandeel heeft, zeg 10%. En dat betekent dus als Tesla er 7000 per week doet, dat de anderen er 70.000 per week gaan doen. Ja. Ja, ik hoop dat het gaat gebeuren. Okay. Nou, we hebben nu net de mobiliteitstafel. We zijn bezig met het Klimaatakkoord. En daar is de doelstelling nu in 2030 alleen nog maar, zeg maar volledig elektrische of volledig neutrale auto's te produceren. 1,9 miljoen moeten er dan zijn in 2030. Wat vind je van het beleid? Is het zeg maar dynamisch genoeg? Is het ambitieus genoeg? En wordt het ook gestaafd met maatregelen? Nou, ik denk dat Nederland wel voorop loopt. De lage bijtelling werkt echt heel goed. De overheid staat positief tegenover elektrisch rijden. Dus ja, we kunnen nog meer maatregelen nemen. Maar ik denk dat ook de bal een beetje ligt bij de producenten. Van jongens, kom gewoon met goede auto's. Ja. En veel. Maar wij zitten nu op 5% van de auto's zijn elektrisch. Noorwegen zit op 50%. Dus er is nog wel iets te doen door middel van beleid. Ja, de Noren zijn natuurlijk ook eerder begonnen. En die zijn vanaf het begin heel duidelijk geweest. Je hebt een auto met een uitlaat en je hebt auto's zonder uitlaat. Auto's zonder uitlaat, die zijn in principe elektrisch. Die stimuleren we. Maar alles met een uitlaat, en ik bedoel natuurlijk de hybrides, ja, daar zijn zij nooit aan begonnen. Ja. Dus Nederland heeft wat dat betreft een beetje een valse start gemaakt. Maar hopelijk gaan we het nu inhalen. Goed, als we dan kijken naar de andere zaken. Heb je al bussen, vrachtwagens, andere soorten auto's gezien? Ja, dit nieuwe ontwerp wat je achter je ziet is gemaakt zodat vrachtwagens kunnen laden. En inderdaad hebben in Duitsland al de eerste Mercedes vrachtwagen gezien, elektrisch. Ja. Dus het gaat komen. Het gaat komen. Bussen zijn er wel veel meer, hè? Ja, bussen zijn in principe elektrisch natuurlijk. Kijk, hier in Europa nog niet zoveel, maar in China is het heel normaal. Ja. Maar ik heb hier ook al gewoon in Nederland een aantal bussen gezien. Ja. Kunnen die ook al gewoon... zijn daar al standaarden voor? Want ik had de indruk dat daar speciale snelladers op speciale locaties voor gemaakt werden. Ja, ABB ontwikkelt ze. En die staan bij busterminals. Ja. Maar ik verwacht dat bussen ook gewoon hier gaan laden. Ja. Bart, je bent eigenlijk bezig voor het familiekapitaal. Je hebt hoeveel jaar ben je nu al bezig met investeren in Fastned? Nou, Fastned is in 2012 begonnen en daarvoor zat het natuurlijk in Epion, de voorloper van ABB. Daar heb je goed mee verdiend, dus wat dat betreft dat geld... Ja, dat kon hier weer in. Ja. Ja. Ben je nog niet moe als investeerder dat je moet wachten en wachten en wachten? Nou, maar de jeugd van de elektrische auto die is heel lang. Hè? Want jij bent er ook al jaren in bezig. En langzamerhand komt de volwassenheid, begint in zicht te komen. En dat moet dan 2030 zo'n beetje worden. Ja. Als alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. En als investeerder heb je ook geduld om daarop te wachten? Ja, want als investeerder kijkt u naar waardecreatie. Hè? Dus we investeren hier een paar ton in een station wat dan een paar miljoen waard moet worden. Kijk, zo kijk ik er tegenaan. Het is echt lange termijn. Ja, je hebt geen haast. Nee, maar het wordt wel tijd dat er wat meer auto's komen. Ja. Okay. Nou, we praten elkaar weer over een paar jaar bij. Maar het is weer een heel mooi station en het staat lekker vol. En dat was niet gepland. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.